Hallo en welkom bij een nieuw filmpje over het gebruik van Dentamine. Dit is de tweede in een reeks van video's over het gebruik van de agenda in Dentamine. De eerste ging over hoe je kan navigeren in de agenda van Dentamine. Deze gaat daar nog ietsje op verder in gaan en we gaan vandaag het hebben over de beschikbaarheidszoeker in Dentamine. Wat is dat nu, die beschikbaarheidszoeker? Ik ga je dat eerst eventjes tonen. We gaan in Dentamine naar de agenda gaan. De beschikbaarheidszoeker is, zoals de naam het zelf eigenlijk al zegt, een onderdeel van de agenda die gaat zoeken naar beschikbaarheid in uw agenda. Wanneer is er nog een mogelijkheid om afspraken te maken in uw agenda? Waar zie je dat in uw agenda? Dat is dit stukje bovenaan, waar hier staat agenda. Net boven uw agenda staat dit allemaal. Het zijn allemaal kleurtjes, minuten die nog vrij zijn. Als u dit niet hebt of u dit niet wil gebruiken, dus zoals u zelf wilt, kan u op deze knop klikken. Dat is de beschikbaarheidszoeker tonen of verbergen knop. Als ik daarop klik, is die nu verborgen. Als ik daar nog eens op klik, hebben we terug die beschikbaarheidszoeker. Wat zie je hier nu bovenaan? Nog zonder dat je iets doet of voordat we aan iets beginnen van uitleg. Grosso modo, hierboven zie je per tandarts hoeveel minuten er nog per dag vrij zijn om een afspraak te maken. Dat werkt met de kleur van de tandarts en ook ja, het aantal minuten staat daar gewoon op. Als 30 bijvoorbeeld is nog 30 minuten. Dit voorbeeld bijvoorbeeld wil zeggen op donderdag 9 mei, dat is de dag dat we vandaag zijn, heeft deze groene tandarts nog 30 minuten beschikbaar. En dan nog eens een aansluitend blokje van 75 minuten. Hoe kan dat nu gesplitst zijn? Dat komt bijvoorbeeld omdat er andere afspraken tussen zitten of zo. Dat kan allemaal. Dus dat toont u hier eigenlijk in een overzicht, in één oogopslag van kijk, per dag zijn er nog zoveel minuten vrij per tandarts. Natuurlijk, om daarmee te kunnen beginnen, Dentamine gaat dat niet uit de lucht halen. We gaan dat niet uit onze duim zuigen. Uw verantwoordelijkheid als tandarts is om in Dentamine aan te duiden van kijk, ik ben hier van dat uur tot dat uur beschikbaar in die agenda. We hebben hier een agenda die onderverdeeld is in een groen kabinet, een rood kabinet, een oranje kabinet. Voor hetzelfde geld bij u kan dat zijn kabinet 1, kabinet 2, kabinet 3 of kabinet naam van de tandarts 1, kabinet naam van tandarts 2, kabinet naam van tandarts 3. Het is een beetje zoals je het zelf wilt. Maar het is wel aan u om te zeggen van kijk, A, voor die tandarts hebben wij een beschikbaarheid tijdens de week van dat moment tot dat moment. Hoe stel je dat nu in? Dat is de basis daarvan. Dat is met deze knop hier bovenaan. Dat is de verstrekkerbeschikbaarheidsknop. Als je daarop klikt, zie je nu bij ons in deze praktijk alle balkjes van de verschillende tandartsen waarin zij beschikbaar zijn. Eigenlijk kan je dit een beetje zien als de uurrooster van deze praktijk. Wat wil dat zeggen? A, voor die beschikbaarheidszoeker is onze groene tandarts, dat is Pierre Molaire, is die beschikbaar? A, de maandag werkt die van 9 tot 11 in het groene kabinet en ook nog eens van 2 uur 30 tot 7 uur ook in dat groene kabinet. A, de dinsdag kan je zien. A, de groene tandarts, onze Pierre Molaire, werkt van 4 uur tot 8 uur. A, en de woensdag zie je dat die werkt in de voormiddag in het rode kabinet van 9 tot 12 en in de namiddag van 2 tot 7 in het groene kabinet. En zo werkt die zoeker. Die zegt van, ah ja, als ik zoek naar een afspraak voor een woensdag bijvoorbeeld, voor onze Pierre Molaire, dan kan ik de woensdag kijken. Tussen 9 en 12 in het rode kabinet, of in de namiddag tussen 2 en 7 in het groene kabinet. Zo kan je dit allemaal zien. Dus aan de hand daarvan kan je voor jullie praktijk eens indenken van, ja, hoe zit dat bij ons? Welke tandarts werkt er op welk uur, of tussen welk uur, in welk kabinet, op welke stoel, enzovoort, enzovoort. Eens dat je dat voor jezelf zo misschien op papier hebt getekend, van ja, kijk, ik weet het hoe dat in elkaar zit, kan je dat hier nu beginnen maken. Hoe begin je daar nu aan? Ik ga
ga dat hier bij ons in ons derde kabinet doen, ons oranje kabinet. En je doet gewoon een rechtermuisklik en dan een nieuwe terugkerende afspraak. Waarom een terugkerende afspraak? Omdat dat belangrijk is dat die een beschikbaarheidszoeker met een herhalend patroon werkt. Dat is een recurrentie en dat is voor computerprogramma's, software, is dat heel veel makkelijker om mee te werken dan allemaal aparte stukjes. Dat helpt ook aan de snelheid van die zoeker. Dat zorgt ervoor als je zoekt naar een bepaalde beschikbaarheid op een bepaald moment, dat u, als u een terugkerend patroon gebruikt, dat dat heel veel sneller gevonden zal worden. Dus kies hier altijd voor een nieuwe terugkerende afspraak, dus voor een recurrentie. En hier staat er nu A, van welk uur tot welk uur? Stel nu voor dit kabinet, voor deze tandarts, in dat oranje kabinet, zeggen wij A, er is iemand die begint, een tandarts, A, die werkt van 9 uur tot 13 uur bijvoorbeeld, van 9 tot 1. En die werkt daar elke maandag, dinsdag en woensdag bijvoorbeeld. Dus wat zeg je nu? A, ik duid hier aan. Elke maandag, dinsdag en woensdag is er van 9 tot 1 uur een tandarts beschikbaar bij ons. De variaties daarop ga ik zo meteen uitleggen. We gaan beginnen bij de basis. Dus we zeggen elke week, maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 1 werkt er een tandarts. Dat begint in de week van deze week. Of je kan dat ook al instellen als je zegt van ah, ik weet, vanaf september zitten we met een stagiair. Kan je dat nu ook al zeggen? Ah, de begindatum is bijvoorbeeld 2 september. Kan je dat hier aanduiden? Hetzelfde ook, je kan hier een einde bijzetten. Een einde na een aantal keren dat dat zich heeft voorgedaan. Of een einde op een bepaald datum. We zeggen standaard wordt er meestal gebruikt begin van de week waarin dat je het maakt. En geen einde. Dat wil zeggen dat deze beschikbaarheid daar nu eigenlijk in zit tot het einde der tijden. Gaat die tandarts werken maandag, dinsdag, woensdag, elke week van 9 tot 1. Dan klik ik op OK. En nu gaat Dentamin u vragen, aha, welke tandarts is dat? En op welke agenda mag ik die beschikbaarheid zetten? En hier is het zo dat er geen dubbels mogelijk zijn. Dentamin gaat u daar ook over waarschuwen. Er staat hier bijvoorbeeld A, deze afspraak valt samen met een andere afspraak. Waarom? Omdat hier staat er A, onze Pierre Mollaert in het groene kabinet werkt elke maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 1. Maar in het groene kabinet, op maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 1, staat er al iemand. Dus dat gaat nooit lukken. Als ik dan nu zeg van, ah ja, maar dan moet naar die stoel, die een agenda die noemt oranje kabinet, dan kan je dat hier onderaan veranderen. Dan kan je zeggen, ah ja, ik kies hier voor oranje kabinet. Nu gaat u geen fout geven. Wat je ook nog nu kan doen, is de tandarts veranderen. En nu kan je zeggen, ah bijvoorbeeld, dat is onze, wie gaan we pakken? Jean Ando. We gaan die nemen. Ik zeg oké. En nu zie je dat ik voor die tandarts, Jean Ando, gezegd heb van kijk, die is hier van 9 tot 1, maandag, dinsdag, woensdag, elke week. Dus als je hier rechts in dat kleine kalendertje volgende week zou selecteren bijvoorbeeld, staat hij daarop. De week daarna ook. Hij staat erop tot het einde der tijden eigenlijk, staat hij daar. Je kan daar natuurlijk ook variaties in brengen. Wat zijn dan die variaties bijvoorbeeld? Als je zegt van onze tandarts Jean Ando, die is hier bijvoorbeeld de woensdagnamiddag, maar om de 2 weken, dan kan je dat ook aanduiden. Hoe moet je dat dan aanduiden? Je kunt zeggen rechtermuisklik, nieuwe terugkerende afspraak. En die werkt de woensdagnamiddag bijvoorbeeld van 14:30 tot 19 uur. Maar hier zeg je in plaats van herhaal elke 1 week, herhaal elke 2 weken. En dan duid je hier aan een woensdag. Dus nu zeg je A, om de elke andere week werkt die op woensdag van 14:30 tot 7 uur. Nu kan je zeggen A, oké. En wie is dat? A, dat is in het oranje kabinet onze tandarts Jean Endo. Wat zie je nu?
deze week staat hij daar. Als ik hier rechts in die kalender de volgende week ga selecteren, is hij hier niet. Als ik de week daarna ga selecteren, staat hij hier terug. De week daarna is hij weer weg. Dus er is een afwisselend patroon in. En je kan daar zo ver in gaan als je zelf wil. Als dat nu bijvoorbeeld ook een tandarts is die maar één keer per maand op maandag werkt, of één keer per maand op een zaterdag bijvoorbeeld, dat kan ook. Kan je dan net hetzelfde doen? Dan zeg je rechtermuisklik, ah, een nieuwe terugkerende afspraak. En we gaan eens op een zaterdagochtend die persoon nu werken. Van 9 tot 12. We gaan niet te veel werken op de zaterdagochtend ook. En in plaats dat je hier zegt wekelijks, ah, herhaal om de zoveel tijd, kan je zeggen van kijk, nee, maandelijks is dat bijvoorbeeld elke derde zaterdag van de maand. Werkt die van 9 tot 12? Zo kan je dat aanduiden. Je kunt hier, ik zeg het zo zot en gaan, kun je ook zeggen elke vierde of elke laatste zaterdag of elke eerste zaterdag van de maand. Dus zoals je het zelf wilt. Dat kan allemaal. Het is hoe je het zelf wilt. Dit is nu een beetje een heel uitzonderlijk scenario. Maar ik ga dat gewoon zetten van kijk, die tandarts werkt elke derde zaterdag van 9 tot 12. Oké? Dat was Jean Ando op het oranje kabinet. En ik klik op oké. Het eerste zicht zie je niks veranderen. Als we nu eens kijken naar mei, de derde zaterdag van mei, dat is volgende week toevallig. Als ik nu volgende week ga selecteren, dan zie je die hier tussen staan. Selecteer ik de week daarna, staat die er niet tussen. De week daarna ook niet. De derde zaterdag van juni, ah, dat is 15 juni, dan staat die daar wel terug. En zo kan je eigenlijk een gans patroon beginnen uitdenken voor het ganse kabinet. Eenmaal dat je dit gedaan hebt, kan je gewoon klikken op OK. En Dentamin gaat u hier ook helpen om te tonen welke tandarts is er welk moment actief door de achtergrondkleur. Uw agenda is wit, maar de blokken dat er een tandarts beschikbaar is, dat er een beschikbaarheid is ingegeven, zie je dat die achtergrond een kleurtje heeft. Deze heeft de achtergrondkleur oranje, dus dat wil zeggen ah, op donderdag tussen 9 en 12 is onze oranje tandarts Jean Ando beschikbaar. Je kunt dat ook zien bijvoorbeeld volgende week op het oranje kabinet, maandag, dinsdag, woensdag, heb ik dat aangeduid dat die tandarts er in de voormiddag is. In de namiddag niet. Als ik de week erna ga, zie je dat die, kijk, dat is die oranje, dat is in die balkjes, die komen hier tevoorschijn. Dus dat helpt u ook al direct in uw agenda, als je een achtergrondkleur ziet, dat je direct ziet van, ah ja, dat is die tandarts die beschikbaar is op dat moment. Nu, dat is allemaal goed en wel om dat op de achtergrond te zien, maar dat gaat u niet zoveel tijd uitsparen natuurlijk. Hè? Hoe gebruik je dat nu het best en het makkelijkst? Dat is eigenlijk met die vier parametervelden die u hier ziet. Ik ga die stuk voor stuk uitleggen, maar ze wijzen zichzelf wel uit. Bovenste is hier, je kan kiezen voor welke verstrekker zoek ik nu naar beschikbaarheid. We zijn net met Jean Ando gaan bezig geweest, dus ik ga eventjes zoeken voor Jean Ando. Hup, ik ga alleen maar hem aanduiden. Dus wat heb ik gedaan? Standaard staan alle verstrekkers aangeduid. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alle verstrekkers, dat vinkje daarvoor, uitgevinkt. En dan alleen maar voor Jean Ando aangeduid. Voilà. En nu kan je zeggen van, ah ja, ik zoek naar gewoon alles dat nog vrij is in de agenda van onze Jean Ando. En nu krijg je alleen maar dat oranje kleurtje van onze oranje tandarts Jean Ando. Natuurlijk, dat is makkelijk. Hè? Dat is een patiënt die niet moeilijk doet. Stel dat een patiënt hebt die ietsje moeilijker doet, die zegt van, ah ja, we gaan ons eventjes op Pierre Molaire zetten. En u hebt een afspraak nodig. U weet bijvoorbeeld, ah, het is een groot werk. Ik heb een afspraak van een uur nodig. Ah, wat kan je dan doen? Dan kan je nu zeggen van, oké, ik zoek in onze agenda van Pierre Molaire, naar een afspraak van 60 minuten. Hier, dit veldje, bepaalt het aantal minuten dat je minstens vrij moet hebben. Als je hierin zegt van 60, je kan gewoon tikken 60, en je zoekt nu, gaat hij nu u alle blokjes geven van minstens 60 minuten die nog vrij zijn in de agenda. Je ziet ze hier allemaal rechts verschijnen.
al die blokjes, als je daar met je muis eventjes op staat, gaat hij u ook zeggen, ah, om welk uur beginnen die 60 minuten, deze hier nu? En in welke stoel is dat? Dat is in het oranje kabinet. Als je daarop klikt, gaat hij u automatisch meenemen naar de dag waarop dat vrij is en ook al direct het aantal minuten selecteren dat je ingegeven hebt. Dus hier heb ik 60 ingegeven. Hetzelfde als ik bijvoorbeeld hier dinsdag 14 mei op die 240 zou klikken. Dan zie je die 240 minuten beginnen vanaf 16 uur. Maar hij gaat u maar, als je erop klikt, 60 minuten tonen en selecteren. Hier zie je dat ook. Je hebt een stukje 60 en een stukje 150. Ah, die 150 dat begint vanaf 13:30 uur. Die 60 dat begint vanaf 12 uur in het oranje kabinet. En die 13:30 uur in het rode kabinet. Dat wil zeggen, ah kijk, die 60 minuten is in die agenda. En die 90 minuten, wat was dat? 60 en 150, ja, sorry. Die 150 minuten is in het rode kabinet. Dus zo zie je dat dan eigenlijk direct staan. Wat het ook is, hier, ik heb hier nu 60 zelf ingetypt. Met die pijltjes die hier staan, kan je u zelfs typewerk uitbesparen. Kan je alles met de muis doen. Met die grote pijlen kan je telkens plus 15 minuten gaan. En de linkse is telkens min 15 minuten. Die kleine pijltjes hier in het midden, die zijn telkens plus 5 en min 5 minuten. Dus dat zorgt ervoor dat je geen typewerk meer moet doen, dat je alles met je muis kan doen. Nu heb je waarschijnlijk ook al gezien die zwarte streep hier. Dan vraag je je waarschijnlijk af, Sebastien, wat wil die zwarte streep nu eigenlijk zeggen? Op dit moment is dat de streep die de middag bepaalt. Alles wat hierboven is, is voormiddag. Alles wat hieronder is, is namiddag. Hoe is dat bepaald? Dat is door deze functie hier, splitsen op. Nu staat dat hier op gesplitst op 12 uur, dus is die zwarte lijn moet je zien als 12 uur. Waarom zou je dat veranderen? Omdat, stel bijvoorbeeld, u hebt een patiënt. Die patiënt zegt, ja, ik zou eigenlijk graag een afspraak hebben bij een tandarts. Als dat gaat, zo de maandag of een dinsdag na 5 uur. Ah ja, oké. Okay. U weet dat dat een afspraak gaat zijn van 3 kwartier. Dus u zegt hier, ah, ik doe dat naar 45. En de patiënt vraagt na 5 uur, dan vervang je dat splitsen op. Kan je dat gewoon zeggen van, ah, splitsen op. Kan je hier zeggen, ah, 17 uur. Als je nu zoekt, dan is die zwarte lijn 17 uur geworden. Dus alles wat hierboven staat is voor 17 uur, alles wat eronder staat is na 17 uur. En dan zie je nu, ah, ik heb 3 kwartier nodig na 5 uur. Dan zie je hier, alles wat onder die lijn staat is na 5 uur. Nu, had ik ook gezegd, liefst op een maand, wacht, laten we het eventjes zeggen, dat dan een patiënt is die nog moeilijker doet. Die zegt van, ja, liefst niet op de maandag, want ik heb dan altijd al zo wat moeilijk op het werk. Liefst als het gaat een dinsdag of een woensdag. Ah nee, de woensdag ook niet, dan heb ik voetbaltraining. Pak dinsdag en donderdag. Ah ja, dan kan je hier in dat vierde veldje kiezen om te zeggen alleen maar dinsdag of donderdag. Als je nu gaat zoeken, dan geef je nu aan Dentamine de opdracht van, kijk, ik heb een afspraak nodig van 3 kwartier op een dinsdag of een donderdag na 5 uur bij onze tandarts Pierre Molaire. Je ziet dat is nu heel snel dat hij dat vindt. Ah, kijk, alle 3 kwartier die nog vrij zijn op een dinsdag of een donderdag, zie je hier direct bijvoorbeeld, ah, op donderdag 16 mei hebben we nog 45 minuten die vrij zijn om 17 uur. Kan je daar perfect op klikken. Dan heb je nu je 3 kwartier gevonden voor die patiënt. Maar, stel nu, de patiënt doet nog moeilijker. Of u wilt heel grondig zijn en u wilt die patiënt al direct een afspraak geven om binnen 6 maanden opnieuw terug te komen met dezelfde parameters, dan kan je ervoor kiezen om te zeggen: oké, ik zoek een dinsdag of een donderdag 45 minuten gesplitst om 17 uur. U klikt op zoeken. Maar als je helemaal naar rechts gaat, heb je hier dat mini-kalendertje bovenaan.
En hier kan je zeggen op selecteren datum, zoeken vanaf. En nu kan je zeggen, ah, ik zoek pas vanaf 6 maanden verder. Als je daarop klikt, dan krijg je nu een half jaar in de toekomst, op een dinsdag of een donderdag, alle mogelijkheden van 3 kwartier na 5 uur. En je ziet dat hier dan direct tevoorschijn komen. Kan je hierop klikken, kan je zeggen van, ah ja, op donderdag de 14e of dinsdag de 19e is er nog 3 kwartier vrij en kan je hier een afspraak maken voor die patiënt. Hoe maak je nu een afspraak? Dat is iets voor het volgende filmpje. We gaan niet te veel informatie in één filmpje steken natuurlijk. Dit was alles van de beschikbaarheidszoeker. Ik hoop dat u het nut ervan kan inzien, hoe dat u dat heel veel tijd kan besparen. Dat wil zeggen eigenlijk, het is echt niet meer aan u om elke dag te kijken in uw agenda, ah, wanneer heb ik hier nog een paar minuutjes vrij? Nee, die zoeker doet dat voor u. Dat kan u heel veel tijd en werk uitsparen. Ik hoop dan ook ter harte dat u die gaat gebruiken. Sowieso, als u daar vragen over hebt, over die beschikbaarheidszoeker, mag u daar altijd hier in de commentaren van dit filmpje een vraag stellen. Die komt dan in een volgende vraag- en antwoordsessie zeker aan bod. Als het echt iets dringend is, mogen we ons altijd bellen. Dat is op 09 382 0016. Maar ik hoop dat het filmpje informatief genoeg was. En ik bedank u voor uw aandacht. En we horen elkaar terug in een volgend filmpje.